Heel klein beetje, ja, goed zo. Kijk eens. Sjonger Danny Panadero jouwt helikopterles. En er is yoga, wilt de disjockeys van 538 snijnt de morgen in het WTC in Ljouwert muziek draaien voor het goede doel. Warchild, die ben in oorlogsgebieden helpt. Dit is de eerste keer dat wij dit doen, dus voor ons is het ook een beetje aftast hoe dit zal gaan. En we willen gewoon zoveel mogelijk geld binnenhalen en zoveel mogelijk kinderen helpen. Friesen binnen blijkbaar net ree om betiert haar Bert uit te komen voor de Warchild actie. Want echt drok is het net. Maar Elze stunt en euro voor het goede doel is er vanzelf zien. Goedemorgen, Mats Blauw van Stanley University Hotel. Mats, hallo. Goedemorgen. Zo, een cheque van? €555,55. Ze hebben in Ljouwert onder andere vier studenten een week zonder stroom wennen. En meiwerkers van Marketing Leeuwarden hebben klompen de Achmea Tour op een Del West om geld in te samelen. Elske de Wal docht een optreden en verskate mensen komen Del met cheques. Het is wel leuk om inderdaad op locatie te zijn en om naar de mensen toe te gaan. Het is hier vanochtend natuurlijk, ja, zondagochtend van 6 tot 10. Ik had niet verwacht dat de hele zaal vol zou zitten. Het was een rustige ochtend en dat heb je natuurlijk even in het weekend 's ochtends. Maar de middaguitzendingen, daar komen heel veel mensen op af. Dus het is heel leuk om te doen. Want nota had de actie landelijk zowat €150.000 opleveren. Nou, vreed werd de 538 Warchild Tour afsluiten in Rotterdam.